gaan het ultieme duel spelen. Ik heb het nog nooit gezien. Nee. Ik heb goed nieuws voor jou. Dan kijk ik even hier op links. Vertel het zelf maar. Ah, Dientje, ik kan jou toch niet naar huis laten gaan? Wat bedoel je? Jij moet nog even door, jongen. Doe je het niet? Nee. We gaan niet spelen. Nee. Dit zag ik niet aankomen. Dit had ik totaal niet verwacht. Ik ging hierheen van ik wil winnen. Maar dit is niet een overwinning om trots op te zijn. Dit is gewoon een cadeautje die ik gekregen heb van Claudia. Want stel je voor dat ik het zou winnen, moest ik weer een paar dagen blijven. Dus het zou heel sneu zijn. Want ja, ik vind het mooi geweest. Ik weet gewoon voor mij, er is nu de bodem bereikt, hè, vanmiddag. En ik weet gewoon, bij jou zit er nog meer in. En ik gun het jou dat je dat nog even kunt laten zien thuis. Ik weet dan niet of ik dankjewel moet zeggen. En ik ben ook niet vergeten dat het vorige keer dat wij hier stonden, was ook het ultieme duel. Toen zei ik tegen jou dat er niemand naar huis ging. Toen barstte je janken uit. Toen barstte ik, ja. Dat was vrij veelzeggend. Maar goed, de eindconclusie van het verhaal is, jij bent hier niet op je plek. Nee, dit is niet mijn ding in de kou. Wat ik al zei, je niet goed kunnen wassen, niet vieze kleren aan. Maar ben je dan minder stoer dan je gedacht had? Ik ben denk ik gewoon veranderd. Ik was het namelijk wel, ooit. 10 of 20 jaar geleden was ik het wel. Dus je komt weer een beetje achter dat je ouder bent geworden dan je eigenlijk had gedacht. Ja, wat ik hier heb geleerd inderdaad, is dat ik me eindelijk kan neerleggen bij mijn ware leeftijd. Dat ik me niet meer stoerder hoef te doen dan ik ben. Maar we maken jou echt blij door jou naar huis te laten gaan, hè? Ja, ik heb gewoon al... Nou, het gaat er helemaal van glunderen. Ik ga er van glunderen. Ik heb hem nooit zo snel. Ik heb hem nooit zo snel €1000 verdiend, denk ik. Dat bedoel ik. Een cadeautje. En ik vind het wel fijn om lekker naar die vochtige, koude tent. Nee, ik ga graag terug. En ik klink misschien heel gek. Ik ken Claudia pas net. Maar ik ga nu wel ook een beetje voor Claudia knokken, natuurlijk. Want zij gunt mij het wel, weet je. Ja. Dus ik ga nu wel mijn best doen. Ja. Mag ik jou feliciteren? Ja, dankjewel. Met en je extra geld en je kan terug naar de groep. Ja, dankjewel. Zet hem op weer, jongen. Juist. Ik ben een beetje van je gaan houden, jongen. Nee. Dien, sjoef, je mag terug. Hop. Dankjewel. Je kunt het. Oké, Dien, dan ga je. Terug naar de groep. En jij kan eindelijk naar huis. Je kan eindelijk weer de kleren aan die je wil. Je kan een lekker glaasje champagne gaan drinken. Wel thuis. Ik vind je een fijne kandidaat. Nou, dankjewel. Mag jij ook een kus geven? Ja, tuurlijk. Kom, dankjewel. Dat gaat. Die kant op. Ja. Dag. Bye-bye.